Ik zit hier bij 6 mensen uit Bonnebroek en die gaan allemaal meedoen aan het Glazen Café. Ja, we zijn oorspronkelijk gestart voor 3FM Series Request. Dat was in 2011 in Enschede. En daar hebben we 2 jaar wat voor gedaan, maar kregen we allemaal wisselende geluiden voor terug. En zeiden van, goh, kun je niet een keer wat voor Bonnebroek gaan betekenen? En dat hebben we opgepakt en vanaf dat jaar zijn we eigenlijk voor Bonnebroek goede doelen gaan steunen. En mensen konden zich inschrijven. En op die manier steunen wij Bonnebroek. Dit jaar proberen we geld op te halen voor 11 doelen. Dat verschilt van de voetbalvereniging tot de katholieke vrouwenvereniging en de bibliotheek Bonnebroek. Nou ja, en zo nog een stuk of wat meer. Ja. Peter, jij bent een van de mensen die echt in het glazen huis gaat. Wat betekent dat voor jou? Dat betekent toch al 4 dagen lang heel veel plezier aan de ene kant. Ik vind het zelf heel leuk om te doen. En met kinderen, ouderen, allerlei mensen die langskomen, een plaatje aanvragen, is dat toch altijd wel heel leuk. En daarnaast vind ik het gewoon heel mooi dat we ook een bijdrage kunnen leveren aan die goede doelen hier in Bonnebroek. Het is voor jou volgens mij al de 6e keer dat je het gaat doen, hè? Ja, vanaf het allereerste jaar zit ik al in het huis. Dus ik heb het eigenlijk alleen maar van die kant ook meegemaakt. Nog nooit vanuit het café zelf. Dus dit wordt mijn 6e editie. En wat vond je echt lastig? Wanneer heb je echt zo'n moment dat je denkt van, nou hoeft het voor mij niet meer? Of denk je dat zo'n moment niet komt? Die heb ik in het verleden wel eens gehad. Vooral als je midden in de nacht moet draaien, waarbij je het gevoel hebt, vooral op de doordeweekse dagen, dat je eigenlijk geen luisteraars hebt. Dat het café hier zo goed als leeg is. En dat je ook wel behoorlijke trek hebt. Ja, dat zijn wel de moeilijke momenten. Vooral ook omdat je dan eigenlijk de hele nacht en dag al wakker bent en dan liefst wil eten en slapen. Maar ja, dat kan dus niet. En wat betekent het voor jou dat jij hier de penningmeester bent? Wat moet je dan allemaal doen? Hoofdzakelijk natuurlijk geld tellen. Zorgen dat de sponsoren die zich hebben aangemeld, dat die de factuur krijgen. We zorgen dat de verloting goed wordt afgewikkeld. Eigenlijk alles achter de schermen. Justin Harens, yes. Je hebt juist een geweldige vuurwerkshow gegeven. De hoeveelste keer is dit? Ja, we gokken dat het de 10e keer is inderdaad. Ja. We hebben er geen duidelijke registratie van, dus, maar in ieder geval heel lang. Moeten we vuurwerk nu helemaal verbieden? Ja, kijk, het is natuurlijk erg lastig om dat uit de mond van een handelaar dan te vragen. Kijk, ik zou natuurlijk altijd pleiten om vuurwerk te houden. Maar goed, los van dat, uit mijn persoonlijke mening vind ik het toch wel, ja, weet je, de oorzaak komt doordat men gewoon te veel ouwe hoert met vuurwerk. Daar komt het gewoon een beetje vandaan. Als wij dit siervuurwerk wat we vanavond gezien hebben op een normale wijze aansteken, dan kan daar niks mee gebeuren. Dus het komt toch een beetje bij de mensen zelf neer, hè? Daar zit het hem in. En helemaal gaan verbieden, ja of nee. Ja, ik zie het niet zo gauw gebeuren. En ik vind het ook. Ik heb liever dat ze iets gaan bedenken om te zorgen dat men fatsoenlijker met vuurwerk omgaat. Dat lijkt mij verstandiger dan te zeggen van, goh, we gaan verbieden en we gaan lekker alles uit Duitsland halen. Want dat gaat er dan toch gebeuren. Hè? Dat... Hoeveel kilo is er nu zo'n beetje afgeschoten? 6000 kilo kruid zal het wel zijn geweest, ja. Dat is zeker wel. Zeker. Daar kun je bijna een oorlog mee voeren, ja, dat klopt. Maar goed, in dit soort dingen, weet je, het Nederlandse vuurwerk is ontzettend goed getest. Het is niet voor niks dat er heel veel dingen nog afvallen en afgekeurd worden. Terwijl het in Nederland is, dus voor de importeurs een hele grote strop vaak. Maar ja goed, de Nederlandse wetgeving is gewoon heel streng daarin. Dus ja, het zit goed verpakt, het zit goed in elkaar. Op het moment dat men er fatsoenlijk mee omgaat, heb ik er geen angst voor dat er iets fout kan gaan. Het fatsoenlijk mee omgaan, daar moet mee beginnen. Dat is belangrijk. En vooral legaal vuurwerk. Want wat ik net al zei, het meeste spul wat wij zien, wat van over de grens gehaald wordt, heeft niet die grote veiligheidseisen die wij Nederlanders wel hebben. Dus ja, je ziet toch al veel dat daar nog wel eens een keer wat gezeur mee is. En niet zozeer met een spul wat goed getest is hier in Nederland.
In Wijkcentrum en in Ver was vrijdagavond de laatste van 10 workshops van Kinderresto van Harte. Resto van Harte wil dat mensen weer gaan meedoen in de buurt en in de maatschappij. De Kinderresto in en in Ver is er voor het tweede jaar. Kinderen helpen mee met het bereiden van de maaltijd, leren veel over gezond eten en nog veel meer. Ja, hoe maak je nou eigenlijk deeg? Dan heb je wat meel en dan doe je daar wat warm water doorheen. Ja, en dan? Dan moet je het gaan kneden. Is dat leuk werk? Jawel. Resto van Harte is een stichting die 11 jaar geleden is opgericht door Fred Bekers. En Fred was een arts bij Artsen zonder Grenzen. Hij kwam weer terug in Nederland en zag dat het toch eigenlijk in het buitenland niet genoeg te doen was, maar ook voldoende nog in Nederland. En toen heeft hij Resto van Harte opgericht en is gestart met een stuk of 10 resto's. En nu zijn er inmiddels meer dan 50 resto's landelijk. Vladimir de Graaf, wat zijn jullie hier aan het doen? We gaan iets koken en dat heet regenboogpizza. Wat is dat nou, een regenboogpizza? Dat is een pizza met allemaal kleur erop van een regenboog. En we hebben met de kinderen 10 lessen gezond koken gedaan, 10 workshops. En in elke workshop werd zeg maar een gezond item behandeld. Althans, er werd verteld aan de kinderen wat gezond is, niet gezond. Zo hadden we een item over eiwitten, zo hebben we een item over zeg maar, goede en slechte vetten gehad. Zo hebben we een item over koolhydraten. Plus ook een item en goede nachtrust nemen en zo. Het is in Almelo nu de tweede keer daarover dat we 10 weken hebben gedraaid. Landelijk hebben we ongeveer 25 kinderresto's waar allemaal kinderresto coaches op zitten en zo. En ja, dat loopt heel goed. Is die lekker, Vladimir? Ja. Wim Kief, vanavond te gast bij MVV 29. Leef jij je nou ook een beetje in op de club waar je naartoe gaat? Want het is natuurlijk wel een topper in deze regio. En als ik heel eerlijk ben, niet. Maar je weet wel zo'n beetje wie MVV is. Eerlijk gezegd ook niet. Eddie van der Leij heeft je bijgepraat. Eddie van der Leij heeft me zeker bijgepraat. Maar wij doen dit heel vaak. En ja, kijk, ik heb toch veel meer van. Ik ga hier mijn verhaal vertellen. Ongeacht waar ik ben, hoor. Ja. Je verhaal is uiteraard de EK van 1988. En uiteraard jouw persoonlijke leven. Ja, ja, je probeert een beetje combinatie daarin te vinden. En, want je kan er niet omheen dat ik natuurlijk ook persoonlijke problemen heb gehad. En daar hebben ze ook een boek over verschenen. Dus het is algemeen bekend. Het is een beetje raar als je hier dan verschijnt. Je hebt het daar niet over. Dus ik heb dat boek. Ja, nou, er zijn er wel meer die het hebben. En daar ben ik ook heel blij mee, uiteraard, achteraf gezien. En verder, ja, je gaat een beetje over het voetbal hebben. Kijk, ik heb het liever helemaal niet over het voetbal, want ik hoef niet zo nodig over de EK 88 te hebben, voor mijzelf persoonlijk. Maar ja, mensen vinden dat leuk. Is het nou vervelend om het steeds weer over die dingen te hebben? Nou, kijk, dit is ook een commercieel ding die wij doen met z'n tweeën, Eddie en ik. Dus we reizen een beetje het land door. Dus weet je, dus dat houdt dan ook in dat je het daar natuurlijk over moet hebben. En in dat boek gaat het daar natuurlijk ook over. Nou, weet je, als je het zo een beetje kan combineren, dat het een stukje persoonlijk, dat vind ik eigenlijk leuker. De problematiek waar je mee te kamp hebt gehad en dat combineer je een beetje met voetbal. Dus prima, prima avond, denk ik. Nou, alles wat je beleefd hebt, is financiën in jouw leven een heel groot item. Nou ja, maar niet alleen bij mij. Ik ben natuurlijk een paar jaar geleden op nul begonnen weer. Nadat ik een grote schuld heb weggewerkt, dus ben ik op nul begonnen. Dus ik ben nu gewoon keihard aan het werk om iets van pensioen bij elkaar te sprokkelen. En dat gaat allemaal goed. En dat houdt je ook bezig, weet je. De hele dag thuis zitten schiet ook niet op. Dus nee, dat is allemaal. Ik mag alleen maar dankbaar zijn wat dat betreft. Wat heel veel mensen in het verkeerde keelgat geschoten is, ja, is dat jouw overstap van Voetbal Insight naar Sico. Ja.
Ja. Ze zien je niet zoveel meer. Nee, ja, je zit achter de decoder. Maar ja, ik bedoel, dat spreek je af met elkaar. En we doen enorm veel werk, want ik bedoel, of veel werk, ik heb een hoop te doen. Er zijn 100 uitzendingen per jaar. We doen al het buitenlandse voetbal. Nou, we doen een talkshow, dus daar niet op het open net. Nou ja, goed, ik bedoel, weet je waar het alleen een beetje jammer voor is? Voor de commerciële doeleinden. Dan heb je een groter bereik. En verder maakt het me echt niet zoveel uit, hoor. Nee. Dan word je bedankt voor deze avond. Ja. En dat betekent dat je een pakket krijgt. Ja. Daar zit alcohol in. Ja. Ik bedoel, nou ja, kijk, voordat ik... toen deed ik dit ook al met Eddie. En dan kreeg ik ook al, voordat ik dus toen ik nog in die verslaving zat... Kijk, dan stapte ik nu gewoon in de trein. En dan soop ik gewoon dat hele pakket leeg. En ik vrat die worst op. En dan kwam ik dronken aan in Amsterdam. En dan, had ik nog een boete gekregen ondertussen met de trein. En dan was ik in Amsterdam en dan belde ik ook nog iemand op. Dus dat werden altijd hele zware dingen. En nu, dan geef ik hem aan mijn vrouw. Mm-hmm. Of aan mijn moeder. En die alcohol, daar blijf ik maar vanaf. Want dat schiet allemaal niet op met mij. Wim, we hebben fantastisch genoten van je vanavond. Nou, het is vriendelijk om te horen van u. Dank u. Ja. Oké. Okay. Dit werk uit 2015 bestaat uit twee delen die het in 2015 voltooide nieuwe stadhuis van Almelo complementeren. Kunstenaar Mark Ruigrok.
way back when. Them bad old days, some would say, are better forgotten. Still I can't stop reminiscing for a time I've never lived in. All the things I never knew, I can't believe I'm missing. And life looked bright in black and white. Rewind me back to you. I am charmed. Just chose to go you and life was slow. You would say, well, I'll be darned. Still I can't stop reminiscing for a time I've never lived in. All the things I never knew, I can't believe I'm missing. And life, the lights went out with everything. And now I'm playing in the dark. I can't see the goddamn dots on the guitar. I'm gonna make a mistake. Please turn on the lights, Mr. Lightman. Still I can't stop reminiscing for a time I've never lived in. At least I brought a goddamn lamp with me. That was a lot of light. Life the bright, black and white, yeah. There's no time like the present, they say. So I prefer to live here in yesterday with my memories that I've never made. Oh, rewind me back to you. For a time I've never lived in, all the things I never knew, I can't believe I'm missing. And life looked bright in black and white. Rewind me back to you. Life looked bright in black and white. Rewind me back. If you want a rainbow, you must have the rain. Happiness comes double after a little pain. 'Cause if you want a rainbow, you must have the rain. What if your love affair should break up, as they sometimes will, and then you kiss and make up? Oh boy, what a thrill. Be a cheerful loser. You've got the whole world to gain. 'Cause if you want a rainbow, you must have the rain.
Wij zijn Kaiway. Zoals we het cassettebandje hebben vervangen door online streaming, zo is glasvezel helemaal de techniek van nu. Elise, Christa en Els zijn onlangs overgestapt naar een alles-in-één glaspakket. Daarmee hebben zij definitief afscheid genomen van DSL. Sinds 3 weken ervaren zij de vele voordelen van glasvezel. Ja, ik heb 3 weken Kaiway en ik moet zeggen dat het heel goed bevalt. Ik zou het een ander zeker weten aanraden, ja. Ja, gewoon sowieso beter beeld. Alles gaat gewoon heel veel sneller. Het is ook goedkoper, zeker. Bent u ook overtuigd? Bestel dan snel uw alles-in-één glaspakket. Want dat betekent sneller internet, televisie in de hoogste kwaliteit en u bent voordeliger uit. Dus graag tot ziens bij Kaiway.